Goeiedag. Deze week stond het weerbeeld volop in het teken van rustig winterweer en was het landschap vaak gehuld in nevel en mist. En of we dat de komende weken nog vaker kunnen verwachten, daar gaan we op vooruit blikken in deze nieuwe 30-daagse weersverwachting. Als we beginnen met de luchtdrukafwijking in de weerkaarten van het Europese weermodel, dan valt dat rustige winterweer ook voor volgende week weer terug te zien in de kaarten. We zien de overwegend paarse kleur en dat betekent een positieve luchtdrukafwijking. Dus in onze omgeving hebben we dan vaak te maken met hoge drukgebieden. En voor de echte winterliefhebbers, ja, die zien dat hoge drukgebied liever hier boven het oosten, noordoosten van Europa liggen. Want dan komt met een oosten- of noordoostenwind die koude continentale lucht vanaf Rusland onze kant op. Maar daar is ook komende week en die week daarna geen sprake van. Die hoge drukinvloeden in onze omgeving blijven duidelijk in de weerkaarten zichtbaar. De exacte positie kan wel nog wat wijzigen. En aan de flanken van dat hoge drukgebied kunnen af en toe wel wat storingen naderbij komen. En vooral met een noordwestelijke aanvoer, dan kan daar af en toe wel een winters buitje met wat hagel of sneeuw bij zitten. Maar ook voor de derde en vierde de week blijft het overwegend rustig in onze omgeving met dus die hoge drukgebieden en daaromheen met de klok mee wel een westelijke stroming en dat brengt toch tamelijk milde lucht met zich mee. Dat hoge drukgebied heeft ook zijn weerslag op de hoeveelheid neerslag. In onze omgeving is het vaak droog en dat zien we ook aan die oranje kleuren. Een overwegend negatieve neerslagpatroon in onze omgeving. Vaak wat droger dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. En wat vooral opvalt in deze kaart is dat de warme golfstroom boven de Atlantische Oceaan in combinatie met die weststroming, vooral in het westelijk deel van Noorwegen, flink wat regen gaat opleveren. Daar ook in de bergen kans op een flink pak sneeuw. Maar mogelijk wel die wateroverlast dus daar door dat ronduit wisselvallige weer. De volgende week en die weken daarna, de derde en de vierde week waarin we vooruitkijken, dan verandert dit patroon heel weinig. Dat hoge drukgebied in onze omgeving heeft zijn invloed op het neerslagpatroon en op wat enkele storingen na blijft het dan vaak droog. Dan pakken we nog even de temperatuur erbij. In deze tijd van het jaar, klimatologisch gezien, is het overdag zo'n 5 of 6 graden. En in de nachten daalt de temperatuur geregeld richting of net iets onder het vriespunt. En volgende week zien we eigenlijk weinig afwijking in de temperatuur. In deze omgeving, het noorden en noordwesten van Europa, misschien iets milder dan gemiddeld. Misschien 1 of 2 graden, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. Wat wel opvalt is dat hier net onder de letters springt Scandinavië er weer tussenuit. Die milde aanvoer met die westenwind brengt daar wel wat hogere temperaturen met zich mee. De komende weken hoeven we met flinke temperatuurafwijkingen geen rekening te houden. Misschien in het zuiden van Europa iets frisser dan gemiddeld, maar van noemenswaardige temperatuurverschillen geen sprake. En we zien hier ook boven Rusland en het oosten van Europa is die koude lucht niet echt aanwezig. Dus de kans op een koude uitbraak in onze omgeving met echt winterweer en schaatsen op natuurijs, dat lijkt met deze weerkaarten vooralsnog een zeer kleine kans. Dan nog even samenvattend. De komende tijd dus vaak een weststroming met hoge drukinvloeden in onze omgeving. Dat brengt vaak bewolkt weer met zich mee, maar wel droog. Veel dus laaghangende bewolking, nevel en mist. En de temperatuur is klimatologisch gezien heel gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dus de komende 30 dagen kabbelt het weer eigenlijk voort.